protesten, stakingen en bemiddelingssessies. Het rommelt al enige tijd op de basisscholen van het Nut in Geldrop. Bestuurder Yvonne de Wilde stapt aan het eind van het schooljaar op. Ze ervaart te weinig draagvlak om door te gaan. De Wilde maakte zich niet geliefd bij de leraren en ouders toen ze vorig jaar ruzie kreeg met de twee schooldirecteuren van de Regenboog en de Beneden Beekloop binnen de scholengemeenschap. Die klaagden over een angstcultuur onder haar leiding. De twee directeuren werden op non-actief gezet en zijn uiteindelijk opgestapt. De Raad van Toezicht is van mening dat bestuurder Yvonne de Wilde nooit iets fout heeft gedaan. Iets wat bij de medezeggenschapsraad en de ouders tot veel frustratie leidde. Ik zou willen dat de Raad van Toezicht echt alle signalen van leerkrachten serieus gaat nemen en daar werkelijk naar gaat luisteren. En dan kun je wel heel formeel gaan zitten op in eerste instantie je bestuurder rugdekking geven en die de boel laten organiseren. Maar ik denk, ja, dan zit je ernaast. Dan kies je eigenlijk al partij. Maar ik vrees wat ik afgelopen week als ouder van de Raad van Toezicht heb gezien is, ja, ik twijfel aan de Raad van Toezicht. Ik vind hun houding tot nu toe vrij arrogant. Yvonne de Wilde zegt dat ze er alles aan gedaan heeft om de verstandhouding weer te herstellen. Maar dat ze is tegengewerkt. Daarom heeft ze besloten om op te stappen omdat dat beter is voor de scholen. In september moeten er door de Raad van Toezicht van het Nut twee nieuwe schooldirecteuren en een bestuurder benoemd zijn.